Dit is nu aan de binnenkant. Er lag dus een hele flap. Dit was allemaal heel slecht en zachte meniscusweefsel. En nu hebben we dat gestabiliseerd. Die laatste restjes die zuigen straks even uit. Hier zat dus een flap al vast die helemaal omgeklapt naar voren lag. Misschien nog een klein hapje daar uitnemen. Dat stukje. Helemaal achterin aan de binnenkant. Ja, dat is verder goed. Oké, zuigbuis. En dan de tasthaak nog een keertje. Zuigen die laatste dingetjes uit de knie. Dat is dat. Dus dat is verder netjes nu achterin. Dat kan er niet meer tussen komen. Hier ligt de voorste kruishand. Dat is netjes. Kijk even. Daar even langs naar de buitenkant. Een beetje wat meer slijmvlies voor. Een beetje irritatie. Daar is de buitenkant. En dan ziet dit er helemaal netjes uit. Dit is het tasthaakje weer. Dit is ongeveer een halve centimeter tasthaakje. Dit is allemaal netjes. Oké, dus dat ziet er verder goed uit in de knie. Dus dat was het binnenmeniscus, was echt het probleem. Succes met het herstel.